Oké, beste supporters. Ik ben John Nieuwenburg, de fysieke trainer van ADO. Hoop dat iedereen in goede gezondheid is, dat het iedereen goed gaat. In deze gekke tijden is het toch lastig voor iedereen. En wat ik hier probeer te doen is een soort workout mee te geven voor iedereen thuis, zodat die ook fit kunnen blijven. Fitheid is belangrijk, ook voor je weerstand. Vandaar dat ik deze workout met jullie wil gaan doen. Deze workout heb ook de jongens voor thuis gekregen. Dat is een workout van 4 minuten. Je hoeft niet zozeer de 4 minuten aan te houden. Ligt ook aan hoe fit je bent. Dus je kan ook zeggen van nou, ik hou 2 minuten aan. Pak dan mijn rust of ik hou 3 minuten aan. Dus voor ieder wat wils. Dus speel een beetje met de tijd dat je je werk doet. De workout gaat als volgt. Knie even. Op je plek voor 30 seconden lang. Hoge kniehef, laat je hartfrequentie omhoog gaan. Als je 30 seconden hebt gehad, gaan we naar beneden. Opdrukken, ook weer 30 seconden. Deze manier. 30 seconden lang, heb je die gehad? Gaan we weer kniehef. Hou die frequentie, knieën hoog houden. Volgende oefening. Squats. Deze manier. Zorg dat je lichaam rechtop blijft. Ook weer 30 seconden lang. Oké, na de squats gaan we weer. 30 seconden. Knie hef. Oké, volgende oefening. Lunges. Dus je stapt uit. Eerst links. Of eerst rechts, dan links. Ook weer 30 seconden lang. Mooi. Je lichaam rechtop houden. Zorg dat je niet je knie naar binnen of naar buiten. Als dat moeilijk is, ga je gewoon wat minder diep. Dus op deze manier. Kleine stapjes is ook goed. Hebben we dat gehad? Gaan we weer. Knie even, 30 seconden lang. Oké, volgende oefening. Planken. Zorg dat je goed je buikspieren aanspant. Niet dat je kont te veel omhoog is. Mooie rechte plank maken. 30 seconden lang. En dan gaan we weer. Knieën. 30 seconden gehad. Dan gaan we direct weer naar beneden. Omgekeerde plank. Zorg dat je je hakken in de grond duwt. 30 seconden lang. Gaan we kniehef. Oké, gaan we naar beneden. Handen op je knieën, opkomen. Deze manier, 30 seconden lang. Gaat hij weer, kniehef. Probeer het vol te houden. Knieën hoog. Oké, gaan we naar beneden. Voor de rugspieren. Benen zijn van de grond. Armen zijn ook van de grond. En je maakt kleine bewegingen. Klein beetje je rug aanspannen. Hoeft niet helemaal naar boven tot je eindgrens. Klein beetje aanspannen. 30 seconden lang. En dan gaan we weer. Oké, jongens, we hebben deze oefening nu gedaan. Die je voor 4 minuten, wat ik al zei, 4 minuten achter elkaar kan doen. Daarna neem je een pauze en dan kan je weer een serietje doen. Je kan variëren, je kan het nog 2 keer doen, nog 3 keer doen, 4 keer doen, 5 keer doen. Zorg ervoor dat je het rustig opbouwt. Dus misschien de eerste keer als het echt wel zwaar is, doe je eerst 2 series. 2 dagen later of een dag later doe je er 3. Weet je, dat je het rustig opbouwt. Voor ieder wat wils. Ook wat ik hiervoor ook al zei, je kan de blokken ook klein houden. Dus niet blokken van 4 minuten, maar je maakt blokken van 2 minuten. Nagelang gewoon je fitheid op dat moment. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden en succes met het bewegen.